Maxus pakte op de IAA uit met niet minder dan 3 premières. Zo was er de T90 EV, de eerste 100% elektrische pick-up op de Europese markt. Hij is niet alleen gezegend met avontuurlijke looks, maar ook met een laadvermogen van een ton en een batterij die beschikt over een capaciteit van 88,55 kWh. Goed voor een gemiddeld rijbereik van zo'n 330 kilometer tussen twee laadbeurten. Maar Maxus heeft ook zijn zinnen gezet op het zwaardere werk met deze EH300 D7.5. Deze 100% elektrische 7,5 tons vrachtwagen beschikt over een batterij met een capaciteit van 128 kWh. Daarmee geraakt hij met een volle belading meer dan 210 km ver en zelfs 412 km in stadsverkeer. Aan een 100 kW DC laadstation is hij in anderhalf uur tot 80% opgeladen. Ten slotte is er nog deze 100% elektrische MIFA 9. De meer dan 5 meter lange minibus voor personenvervoer biedt een business class comfort. De combinatie van een 245 pk sterke elektromotor met een 90 kWh batterij zorgt voor een WLTP gecombineerd rijbereik van 440 km.